Een fietsroute langs het traject waar tijdens de Eerste Wereldoorlog de dodendraad stond. En dan gaan we nu de grens weer over dan. Yes. De route is bijna 550 kilometer lang en loopt van Katzand naar Vaals. Zo slinger je constant tussen de Nederlandse en Belgische grens. En kom je voorbij ruim 20 monumenten uit de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dit is dus een van de 23 stoppunten waar je iets van de dodendraad kunt terugvinden, Jeroen. Ja, hier hebben ze een stukje dodendraad nagebouwd. Zoals op heel veel plekken op de grens. En dit is natuurlijk wel een heel bijzonder plekje, omdat hij hier dwars door die kloostermuur is gegaan. De paters werden hierdoor verbannen naar de Nederlandse kant, omdat wij neutraal waren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op de dodendraad stond 2000 volt spanning. Hij werd geplaatst door de Duitsers, zodat de Belgen moeilijk naar Nederland konden vluchten. In België werd honger geleden, er werd veel gesmokkeld. De Belgische jongens werden ook vaak opgepakt om dwangarbeid te verrichten voor de Duitsers. Dus ook die probeerden dat te ontvluchten. Er zijn zo'n 1000 slachtoffers bijgevallen. Want het was één keer aanraken en je was ook echt dood? Ja, je kon ook geluk hebben dat je alleen je hand kwijt was. Maar vaak was je wel meteen dood. Ja. Je kookt meteen helemaal van binnen en alles verbrandt. Toch werd er wel geprobeerd om de grens over te steken. Hier tussen Achtmaal en Wustwezel wordt gedemonstreerd aan een groep scholieren hoe dat gedaan werd. Leerlingen van 75 scholen uit het grensgebied gaan komende tijd krokussen planten langs de dodendraadroute. En dan zie je waar de dodendraad heeft. Dan komt hij weer even tot leven. Ja. De dodendraad. En dat ieder jaar. De dodendraad komt tot leven. Ja.